Lelydorp heeft nu een avond HAVO-VWO-school. De vraag naar zo'n type school in de omgeving Lelydorp was heel groot. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft daarop ingespeeld en gisteren is de school officieel geopend. De lessen zullen worden verzorgd in de lokalen van de Johannes Vrolijk School. Natasha Wolf Suleiman is coördinator van de avond HAVO-VWO. Ze zegt dat met deze school op Lelydorp het veel makkelijker wordt voor studenten uit de omgeving om een HAVO-VWO-opleiding te volgen. De vraag was groot als we dus letten op de afstanden die de studenten moeten afleggen van hun woonplekken naar de school aan de Marwijnenstraat. Dan moesten sommigen dus 4 bussen betalen, 2 om naar school te gaan en dan weer 2 om naar huis te gaan. Met de hele situatie, de COVID-situatie, dan hebben we dus ook dat de bussen niet te laat rijden, waardoor ze dus een ander probleem hadden. Geen vervoer naar huis na school. Maar dus met de school dichter bij huis, dat zijn dat soort problemen eigenlijk een beetje opgelost voor de student. Wolf Suleiman zegt dat er in zeer korte tijd 170 studenten zijn ingeschreven. Sherida Salman Berggraaf, hoofd van de afdeling inspectie VOS bij het ministerie van Onderwijs, zegt dat met deze avondopleiding de school naar de leerlingen toe wordt gebracht. We hebben dus geconstateerd de afgelopen tijd, toen we bezig waren als inspectie, met het terugplaatsen van leerlingen in school die een schoolonderbreking hadden gehad, dat veel adressen waren van Lelydorp, van Wanica. Dus toen zijn we gaan kijken hoe zou het zijn om die opleiding dan te brengen naar Wanica. En vandaag staan we hier. En het blijkt dus dat er zoveel leerlingen zijn dat je je afvraagt van moet je dan niet verder gaan. Want het blijkt dus dat vanwege de benzineprijs, de verhoogde benzineprijs en transport, alles wat men moet betalen voor de bus, mensen ervoor kiezen om dicht bij huis hun opleiding te volgen. Salman Berggraaf zegt dat het ministerie constant probeert in te spelen op de noden van de leerkrachten en leerlingen. Er wordt nu gewerkt aan avondscholen in Paramaribo Noord en Para. Het is de bedoeling om voor deze avondopleidingen gebruik te maken van de lokalen van bestaande scholen. Dan hoeven er geen nieuwe scholen gebouwd te worden om de studenten tegemoet te komen.